Achter mij zitten Team Pokerstars Pro Matthias de Mulder en Friends of Pokerstars Charlotte van Brabander. Allebei zitten spijtig genoeg niet meer in het main event, maar deze keer nemen ze het tegen elkaar op. De verliezer van dit heads-up sit-and-go'tje zal de vestimentaire eisen van de anderen moeten ondergaan in de Bounty Side Event. Matthias en Charlotte, zijn jullie klaar? Oké. 3, 2, 1, go! Oh, leuk. Tijd om al in te gaan. Het is al 17:20. Ik sta voor. Ja. Ik vrees dat we onze winnaar hebben, jong. Maar zo. Ja, mensen. Sorry, Charlotte. Heel slecht gespeeld van jou. Schandalig, eigenlijk. Ja. Dit kan echt niet. We hebben dus onze grote winnaar, Matthias de Mulder, proficiat. Dat is handshakesje. Heel erg bedankt. Oké, wat zou je eigenlijk willen doen met onze slotje? Ja, ik heb al een paar ideeën in het achterhoofd. Poker spelen in een Marcelleken en met zo'n valse tattoo, maar dat wordt misschien moeilijk. We zullen er in ieder geval iets van maken. Oké, dat is goed. We vinden wel iets. Dat komt in orde. En Charlotte, voelt je nu even niet te eenzaam? Ik voel me kei belachelijk, echt waar.